Is een keer optrad samen met Kid Dynamite, een negermuzikant, met Max de Vries, een Joodse saxofonist, met Boy Edgar, ook toch niet bepaald een blanke, en dat de SS'ers dan al binnenkwamen en zich daar een beetje manifest opstelden, een beetje dreigend deden. En het heeft dan ook niet lang geduurd of negers en Joden, die konden niet meer optreden. Je voelde die dreiging al, maar bovendien, het was duidelijk wat er ging gebeuren, want dat had je in 1933 al in Duitsland kunnen waarnemen. Met de Duitse inval van 10 mei 1940 begon ook voor ons land de Tweede Wereldoorlog. Op de ochtend van mei 40 hadden we repetitie in ons gebouw in Hilversum, ik weet niet of je dat kent. En daar stonden we allemaal voor de repetitie. En toen waren die vliegtuigen al over Hilversum gevlogen enzovoort. En toen reden er steeds vrachtauto's met jonge jongens als soldaat verkleed voorbij enzovoort. Wij stonden op het bordes en dan wuifden die jongens daarna. Het was een soort feeststemming, want die gingen het wel eventjes in orde maken met die Duitsers enzovoort. Maar ja, toen was het natuurlijk al... Toen was de boel oversteerd natuurlijk, want we gingen wel naar, de repetitie was afgelast en we gingen naar huis. En 15 mei was de oorlog afgelopen. En zoiets de 20e konden we wel weer beginnen, maar tegen een lager salaris, want men wist niet hoe dat allemaal zou lopen. En alles moest weer natuurlijk zo vlug mogelijk zijn normale gang van leven hebben. En zodoende, nou ja, moest die zaak ook weer open. Vooralsnog veranderde er niet veel. De jazzwereld bleef verschijnen. Veel concerten waren uitverkocht. De orkestleiders verdienden grof geld en konden zich ook big bands veroorloven. Alles werd nog zo'n beetje goed gevonden, er waren nog geen verordeningen. Maar ja, die kwamen toch wel elke maand, kwamen er nieuwe verordeningen van zus of zo en dit en dat verboden en dat niet meer. Zanger-gitarist Eddie Christiani kreeg al vrij snel problemen met de autoriteiten. Engels was verboden en dus kon de tekst van het nummer Oude Taaien niet door de burgel. Ja, het betekent niet veel, oude taaien, jippie, jippie, jee. Maar het feit dat erin voorkwam, er was eens een cowboy voor levensvrucht en vuur. Hij had aan dollars geen gebrek. Hij leefde voor vrouwen van whisky en avontuur. En de zon die scheen hem in zijn nek. Dat vonden ze te veel. Toch bleven jazzmuzikanten de hele oorlog door Engelse en Amerikaanse nummers spelen. Ze gaven er alleen een andere naam aan. De Ramblers hadden het druk in 1940. Ze waren en bleven het meest populaire orkest. Waar speelden jullie dan zoal? Wat voor zaken? Veel in bioscopen. Tussen twee films door. We zaten in Arnhem, we zaten in City, in Amsterdam, in Rotterdam, in Den Haag. We zaten gewoon op de bühne als showorkest. De echte jazzliefhebber was aangewezen op de Nederlandse orkesten. Via de radio en via de showavonden. Dus... het is bekend dat er mensen echt urenlang in de rij stonden voor een concert van de Ramblers of voor Ernst van 't Hoff. Dat kwam voor in Nederland. Het was nog nooit gebeurd dat mensen 6 uur in de rij stonden voor een kaartje. En dat was dus ongekend voor Nederland. Men hoorde en zag zijn eigen artiesten voor het eerst. En een fornuis, dat is mijn kamertje, dat is mijn thuis. Maar het allerbest menu, wat geen succes. Mis in mijn keukentje, mijn keukentje. Kita, kita, keukentje. Mis in mijn keukentje, alleen nog een prinses. We hadden periodes dat we dus op zondag 3 keer optraden. Dat was dan zondags om 10 uur 's morgens in Colosseum in Rotterdam. Nou, dat was altijd afgelaaien vol, want als we eraan kwamen stonden de mensen gewoon in de rij om binnen te komen. En dan speelden we 's middags in het Concertgebouw. Ook met een groot programma en 's avonds nog in de Helder. Dus het was wel rennen. Iedereen die wilde een handtekening hebben. En ik denk ook dat het de eerste keer is dat ik een zoen kreeg van een meisje wat ik echt in mijn leven nog nooit had gezien. Vond je helemaal niet erg? Nee, ik voelde me... En ik ging met en John en ik staken nog eens een sigaret op. En wij voelden ons zeer, nuchter eronder. We dachten, dat hoort zo, dat moet. We zijn ook geweldig. Langzaam maar zeker werden de Duitse maatregelen scherper. De jazzwereld mocht na december 1940 niet meer verschijnen. Theo Uden Masman, de leider van de Ramblers, maakte de hele oorlog door intensief gebruik van zijn filmcamera. Op weg naar optredens in het land maakte Masman opnamen van de verwoestingen die hij tegenkwam. Begin 1941 zwaaiden de Ramblers nog vrolijk naar de camera. Masman registreerde ook de geintjes van zijn Joodse muzici Sem Nijveen en Sal Doof. Die konden nog grappen maken over hun neuzen. In maart 1941 deden de Ramblers mee aan een Decca-film. In september 1941 kregen de Joodse muzici een speelverbod. Joden mochten zich ook niet meer in openbare gelegenheden vertonen. In de radiostudio's kwam er een nieuw bordje bij. Wij speelden met de Ramblers in Amsterdam, in het City Theater. Nou ja, goed, daar hadden we 's middags matinee en s'avonds speelden we daar. En ik kwam dus op een bepaalde dag kwamen we binnen voor de middagdienst te doen. En toen hing er een groot bord, een bekende bord voor Joden verboden. Nou ja, toen was het dus wel bijna beurt. Maar dan had je buiten Masman gerekend. Die zei, oké, die jongens er niet in, wij er ook niet in. En dat betekende, zou je nou zeggen, nou, wat zei dat dan? Nou, dat betekende een heleboel. Klaar. Maar het was zo dat Sal en ik toch nog wel mooi op het toneel zaten te spelen. Dat wij ergens in een zaak zaten in Deventer. En daar zaten Sal Doof en Sem Nijveen ook bij. En daar zat de ortscommandant van... daar zaten we na afloop van een concert. En de ortscommandant... die wou hebben dat die 2 Joden jongens naar de bed gingen. Die mochten daar niet aan die bar zitten. Het was toen in het begin, in 41 of 42. Die is Masman even tekeer gegaan tegen die kerel. Dat ik hem gesmeerd ben. Maar jongens zijn blijven zitten. En toen we er helemaal niet meer in mochten... ik weet niet of dat... Dat is me later verteld, dat er 2 lege stoelen stonden in het orkest. Dus had je zonder werk? Ja. En zonder inkomsten? Nee, we kregen wel een overbrugging. We kregen wel een uitkering. Die dan weer zo met jaren of met de maanden afliep. En minder werd. Maar ik heb wel een uitkering gehad. De hele oorlog door? Ja. En die werd me dan toegespeeld door vrienden die bij de omroep werkten. Je deed niet meer mee. Je was outcast, je was... ja, hoe moet ik dat zeggen? Het is een beetje lastig uit natuurlijk. Je hoorde niet meer bij het mensdom. En dat moest je wel even verwerken. Dus daar zijn enige jaren overheen gegaan. Heeft u nog 4 jaar niet meer gespeeld? Nee. Nee. Het was een traditioneel Joods beroep in Nederland. Er waren veel Joodse muzikanten. Dus een groot deel. En dat was dus toch wel een verarming van het hele jazz-leventje in Nederland. Veel Joodse muzici overleefden de oorlog niet. Onder hen Hans Mossel, Sal Doof, Leo de la Fuente en Clara de Vries. Omdat ik een half Jood ben, waren er verschillende orkestleiders die niet wisten of ze mij nog konden engageren. En Klaas van Beek spoelde toen voor de radio en die wist dat ik op dat moment beschikbaar was. En die zei, laten we hem nou nemen, want dan lag ik me kapot. Dan speelt er een half Jood voor de radio. En dus die ging dat gewoon provoceren en kijken of dat lukte. En dat lukte. Er was geen enkel probleem over. Er is mij niets in de weg gelegd. En vanaf dat moment lag de markt voor mij weer open. Want toen zei iedereen, oh kijk, Cor van Lier speelt voor de radio. Dus die kunnen we rustig nemen. Het departement van Volksvoorlichting en Kunsten kwam in het voorjaar van 1942... met een verbod op negroïde elementen in de dans- en amusementsmuziek. Het moest allemaal Europees gaan klinken. Pure, echte jazz mag niet meer gespeeld worden. Je krijgt voor de kennis de boogie-woogie mag niet meer, geen drum-solo's op trommels. Op een bekken mocht wel, een bekken is namelijk een Europees uitvinding, Turkse bekken. Maar een trommel is Afrikaans, is dus negroïde, zo werd dat beschouwd. En al die jazz-uitingen met een demper in de trompet, dat crowlen wat ze dan noemen. Of, laat ik zeggen, voor de kenner zeggen, Duke Ellington muziek was dus eigenlijk verboden. Wil Gilbert, jazzcriticus en voormalig medewerker van de jazzwereld, bewerkte de Duitse maatregelen grondig. En hij heeft dus inderdaad de best kneveling van het jazzverbod uitgevaardigd wat in heel bezet Europa ooit uitgevaardigd is. En het was een perfect document. En het is gelukkig bewaard gebleven. En nou ja, dat is uniek, denk ik. Perfect tussen aanhalingstekens? Je zou het eerst pervers kunnen noemen dan perfect. Er waren bepaalde effecten die niet mochten. Bijvoorbeeld het effect van toewaat, toewaat, toewaat. Nou, dat omzeilde je door dan te spelen ta-da, ta-da, ta-da. En dan was het wel goed. En dan dacht je, nou goed, als we zo de oorlog door moeten komen, dan spelen we wel ta-da, ta-da. En dat toewaat, toewaat, dat komt dan wel na de oorlog. Soms in de hitte van het optreden gaan ze toch over op Engels, Engels titels, Engels zingen. En dan willen er wel eens moeilijkheden ontstaan wanneer het publiek al te enthousiast wordt. En wanneer soms invallen van WA-enthousiastelingen concerten verstoorden. Kwam er iemand van de cultuurkamer controleren. Hoe, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, die heeft een rapport opgemaakt. En ja, was afgelopen. En wat hield dat dan in? Je was je vergunning kwijt? Nee, je mocht niet meer werken. Het orkest was gewoon geschorst, mocht niet meer optreden. Theo Uden Masman liet zich in de oorlog door de Duitsers gebruiken, maar maakte ook graag ruzie. Die kon zich overal uitlullen. Hij was dat rem en hij sprak perfect Duits en dat was zijn winner van Masman. En hij was niet bang voor Duitsers, totaal niet. Zo naïef als de man was, als het puntje bij paaltje kwam, dan stond hij er met zijn goede Duits. Die hield van niemand zijn kop. We waren veel op reis nog in die tijd. Tot 41 heb ik het er dan over. En nou ja, dan deden we de deur van een coupé open. Dan zaten er bijvoorbeeld een paar NSB'ers binnen. Noem maar wat. Toen zei hij, oh nee, hier stinkt het. Hier moeten we niet zijn. Of we zaten in een coupé met een paar Duitse soldaten. Die lyrisch waren over zo schoon als het hier in Holland was. En die prachtige trein enzovoort. Dan zei hij rustig, ja, we hebben ze nog veel mooier, maar die hebben jullie gejat. In het Duits, maar heel duidelijk, oerduidelijk. Was dat niet angstig? Nou, ja, angstig in zoverre, nee. Van die man ging geen angst uit, dat was fantastisch. Behalve dat, we schrokken wel eens van wat hij allemaal durfde te zeggen. Frits Rijnders en ik zeiden dan tegen elkaar, de deur van de cel gaat weer een half metertje verder open. Begin 1942 reisden de Ramblers naar Brussel voor een optreden in het Palais des Beaux-Arts. Ook het Belgisch publiek had grote behoefte aan een vrolijk avondje uit. We hebben nooit in Duitsland willen werken. We hebben altijd geprobeerd om daar weg te blijven. En dat is ons ook gelukt. Tot we op een goede dag... Masman heeft mij dat verteld, wat ik nu zeg. Masman in de studio van de AVRO, Nederlandse omroep was dat toen, naar boven geroepen werd. En hem gezegd, je moet eigenlijk voor de Duitsers gaan werken. Want anders dan, zei Masman, dat verdomme, dat doe ik niet. Toen zei ze tegen hem, zegt hij, nou, als je dat niet doet, dan kan ik jullie geen garantie geven dat jullie in Nederland blijven. Met andere woorden, dan ga je naar Duitsland. En toen hebben we ook wat voor de Duitsers gewerkt. Masman had ook, volgens mijn gevoel, ook niets te verliezen. Hij leed voor zijn orkest. Hij was gehuwd, maar zijn vrouw speelt verder geen rol. En hij was, dat hoor je ook vaak van muzikanten, hij was gehuwd met het orkest. En dat wilde hij, wat er ook gebeurde, in stand houden. En daar ging hij heel ver in. Voor de radio moesten de Ramblers in een sandwichformule gaan werken. Vlak voor of na het nazi-cabaret van Paulus de Ruiter. Het orkest moest ook meewerken aan avonden met een pro-Duits karakter. Voor de winterhulp, voor de Weermacht, voor de organisatie Fondszorg... die wat vreugde wilde brengen in het leven van de nabestaanden... en de familieleden van de SS-vrijwilligers aan het Oostfront. Dat hebben ze allemaal gedaan. En het is na de oorlog niet in dank afgenomen. Ik herinner me dat we één keer een concert hebben gegeven... een soort kantineconcert gegeven hebben. Ik meen dat dat in Arnhem was. En dan zaten wij te spelen. En dan zat aan de overkant ook een Duitse militaire kapelle... En toen in één keer kwam daar met groot poeha en groot trompetgeschal... kwam daar Seyss-Inquart binnen. En toen ben ik me doodgeschrokken. Toen dacht ik, mijn god, wat gebeurt er nou? Dat had ik niet verwacht. Want als ik dat van tevoren had geweten... dan geloof ik niet dat ik dat en de andere jongens dat zouden gedaan hebben. Waar houdt de pure amusementsfunctie op? En waar krijgt de muzikant toch ook de verantwoordelijkheid voor... de context waarin hij zijn muziek speelt? Dat, ik denk dat dat toch, met alle begrip voor de tegenstrijdigheden... en de paradoxen waarmee het geheel gepaard ging... dat het op zijn minst geen glorieuze periode is in de loopbaan van deze mensen. Pro-Duits was er geen één. Dat bestond niet. Wij waren... Ja, ik heb altijd maar gezegd... een bakker die heeft zijn brood verkocht. Die heeft zijn brood gebakken en die heeft dat verkocht. En... een slager heeft zijn vlees verkocht en wij hebben muzieknoten verkocht. En ik geloof, en dat heb ik vaak na de oorlog gehoord... dat wij daar veel mensen mee uit de ellende hebben getrokken. Mensen die in de ellende zaten en die dan toch eens een keertje... naar de Ramblers kwamen kijken s'avonds en die daar echt plezier aan hadden. En ook de radio-uitzendingen van de Ramblers hoorden. En die dan weer dachten, jongens, er is toch nog hoop... Theo Uden Masman kreeg in de loop van de oorlog steeds meer ruzie met het departement van Volksvoorlichting en Kunsten. Masmans tegenspeler was De Ranitz, waarnemend hoofd van de afdeling muziek. De brieven van het departement staan vol terechtwijzingen en dreigementen. Ook de NSB mengde zich in de strijd. Je had dus speciale hulppolitie van de WA, van de afdeling de knokploegen van de NSB... de weerbaarheidsafdelingen, waren dat. En die hielden dan regelmatig met patrouilles bij zogenaamde jazzconcerten. Alles wat dus vierkwartsmaat, wat de Fox was, dat was voor dat soort mensen dus laat ik zeggen, dubieus en anti-Duits. Dus die bezochten regelmatig concerten om te controleren of het orkest jazz speelde. Dat wil zeggen, zoals in een rapport zegt, ze speelden allemaal door elkaar heen. Dus dat was jazz en ze speelden solo's. En het publiek werd dan enthousiast, ging fluiten en klappen. En dan werd dat vaak de orkestleider toegesproken achteraf. Dat hij dus moet aankondigen dat het publiek zich moest gedragen. En er werden mensen uit de zaal, vaak jongeren uit de zaal, even op een nummer gezet. Of een paar rake klappen verkocht. Soms werd een voorstelling verboden. Er werd de zaal ontruimd. W.A. Vaandrig Veefkind bezocht in de zomer van 1942 een dansavond. Zijn rapport luidde: het is mij niet duidelijk dat dit orkest nog zulke ontaarde muziek ten gehore mag brengen. Een orkest dat alles zo rumoerig door elkaar speelt, zonder melodie, kan toch geen gezonde dansmuziek ten gehore brengen. Als de Ramblers weer eens een Engels nummer spelen of een te wilde drumsolo, raken ze hun vergunning kwijt. Even later mag het orkest toch weer spelen. In Haarlem heb ik een eigen big band gehad en daar gaan we concerten mee. En dan wisten we dus weer dat we controle zouden krijgen van iemand van de cultuurkamer, die dus dan zou zeggen, ja, maar jullie deden dit en jullie dat. En ik wist dus dat op die manier die concerten in de kortste keren dus om zeep geholpen zouden worden. Dus ik heb die knaap van de cultuurkamer, die in Haarlem woonde ergens, die ben ik gaan opzoeken. En ik heb hem verteld wat hij nou eigenlijk wilde en wat niet kon. En toen ik precies wist dus welke mogelijkheden er waren, en heb ik met hem wel een beetje gepraat. En dat werkte eigenlijk al meteen. Het feit dat ik naar die man toe kwam, was eigenlijk, kon ik mijn gang gaan verder. Er waren geen problemen meer over. En die man die zag zijn eigen waarde, die zag hij zo stijgen van, ik word er bezocht om een advies over welke muziek. Dus daarna kon ik gewoon het concert spelen zoals ik het wilde spelen. Meewerken, maar ook een beetje tegen, werd voor muzikanten een geliefde bezigheid. Tot slot zei John: we moeten niet eindigen met het Wilhelmus, want dat mag niet meer. Maar we hebben een ander lied op ons repertoire en dat moet het slot zijn. Vroeger speelden we Goodnight Sweetheart. Maar nu, waar de blanke top der herduin. En iedereen ging staan. Zaten Duitsers in de zaal? Maar die gingen meestaan, die dachten, ja, het is zeker een afscheidslied en dat hoort zo bij, dat is de gewoonte. Ze wisten niet dat dat eigenlijk een soort provocatie was en zo. Ik kan niet zeggen dat we het jaren hebben volgehouden, maar in de eerste maanden was het een pracht iets om dus de paar geuniformeerde Duitsers die daar zaten, die gingen dus ook staan gelijk met de menigte. En iedereen zong dat uit volle borst. Muzici in verzet. Muzici in verzet, ja. Pianist Ernst van 't Hoff formeerde al in het begin van de oorlog een big band. Eind 1940 kreeg Van 't Hoff de opdracht om met het orkest op tournee naar Duitsland te gaan. De impresario Frans Mikkeny speelde een dubieuze rol. Hij had goede contacten met de Duitsers en zette muzici onder druk. Er zat een soort dreiging achter ook, hè? Nou, in mijn gevoel wel. Anders had ik daar niet naartoe gegaan. Als ik gewoon normaal werk had gehad, dan had ik niet naar Berlijn gegaan natuurlijk. Maar ik was bang. Wij hadden de keuze of muziek maken in Duitsland, of Bielsenschouw, of nemport wat, in welke fabriek werken. Nou, muzici zijn nou niet bepaald geschikt om Bielsen te sjouwen. Zonder werk lag saxofonist Tinus Bruin in november 1942 ziek thuis bij zijn broer. Van 't Hoff zocht hem op. En die zegt met Alter Dekker. Nou, die hebben allemaal om zitten praten of niet naar Duitsland. Dat wilde ik helemaal niet voor. Wat moet ik in Duitsland doen? Nou, afijn, ze hebben zo gekletst en weet ik veel wat. En ik kon ook gewoon ontzaglijk veel geld verdienen in die tijd. En ik kon met mijn broer niet blijven, ik moest weg. Nou ja, als ik het dan maar probeerde. Waarom wilde je niet naar Duitsland? Ja, eerst was ik doodsbang wat er allemaal gaat gebeuren. Weet je. En uit principe wou ik er ook niet naartoe, wou ik eigenlijk niks mee te maken hebben. Maar ik heb het toch gedaan. Voor bassist Wim Kroon brak een drukke tijd aan. Hij werd chef instrumentenvervoer van het orkest van Van 't Hoff en ontpopte zich als een vindingrijk improvisator. Er was zoveel vraag naar muziek, want ze wouden natuurlijk door dat systeem wat daar heerste, wouden ze wel een beetje lol erbij hebben. Want er was genoeg ellende. En zo, en het was natuurlijk voor ons interessant, want waar kon je met orkesten van 14, 15 man werken? Dat was ten eerste voor ons een heel leuke belevenis als je met 5 saxofoons kan werken en met 4 trompetten en 3 trombones. Plus een paar zangeressen. En dat was nergens mogelijk. Dus dat is eigenlijk de drijvende, dat ging je niet praktiseren. Of het eventueel fout was. In het begin wist je niet wat er allemaal nog zou gebeuren. Het orkest van Ernst van 't Hoff werd in Duitsland enthousiast ontvangen. Men vond het de modernste swingformatie van Europa. Ik heb heel prettig gewerkt in Duitsland. Ik heb nog nooit zoveel enthousiaste mensen gezien. Want wij brachten een ander soort muziek in, wat ze gewend waren. Het fijnste orkest op een big band, ik was in die tijd nog gewerkt op big bands, dat vond ik het orkest van Ernst van 't Hoff. Die had dus elke donderdag een radio-uitzending vanuit Berlijn, van het Delphi-palast. En dan waren we om 6 uur klaar en dan liepen we ons eigen het schompers om gauw in een café te kunnen komen waar die radio aan zat, om daar die arrangementen van te horen. Dat vond ik fantastisch. Begin 1941 was Duitsland nog niet in oorlog met Amerika. Amerikaanse muziek mocht nog. Het publiek genoot. Saxofonist Kees Verschoor keert na ruim 50 jaar terug naar de plek waar hij destijds in Berlijn speelde. Het is nu een theater, hè? Wat is dat veranderd, zeg? Alles wird goed, dat was jullie herkenningsmelodie. Maar dat was eigenlijk een soort protestbegin, hè? Dat is de bepaalde paukenslag, weet je wel. Of tenminste, alles weer goed. Pom, 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 pom. Alles wird goed. Wenn wir ons wiedersehen. Dat is toch wel een leuke zin, is dat, voor ons en niet voor die Duitsers het begrepen hadden. Want dat was het pauzeteken van die propagandazender. Dus als ze een beetje clever waren geweest, hadden ze het begrepen. Dus die hele tekst, ik weet niet echt, die heeft mijn hoofd meer. Maar die was helemaal gebaseerd op de toekomst van Nederland. Gitarist Wim Sanders speelde in Berlijn in een internationaal orkest. Hij maakte er ook nog vrienden. Ik raakte met een van die jongens in gesprek. En die jongen die zei tegen mij, kom eens een keertje bij mij langs. En die woonde in een ander deel van Berlijn, ik weet niet eens meer waar. En nou, toen kwam ik daar met mijn vrouw, die was er toen ook. En toen zaten daar een paar van die jonge knapen. Mooi ouderwets woord, zeg, jonge knapen. En die jongens die draaiden alleen maar, hoe heet het nou, Harry James, noem maar op, Cap Calloway, die hadden ze allemaal. En op een bepaald moment werd er op de muur geslagen. Toen zei die jongen die ik dan een beetje had leren kennen, die zei, mijn buurman van hiernaast slaat zijn laatste Hitlerbel tegen de muurstuk. Ja, toen moesten wij toch ook weer lachen. Dat waren dus wel anti-nazi-knallen. Ja, die waren, maar er zat er één bij, die moest de volgende dag naar het front. Als we in de pauze daar op het balkon stonden, daar waren een stuk of 4 balkons, stonden we altijd een sigaretje te roken. En dan keken we zo naar de overkant en dan stonden, iedere keer werd ik geconfronteerd met die synagoge die daar afgebrand was. En je ziet het, nu zijn ze aan het herbouwen. Maar hadden jullie daar niet iets van, wat doen we hier eigenlijk? Wat doen we hier eigenlijk, hoe doe je? Nou, oorlog, synagoge. Oh, ja, nou, je weet wat er gebeurd is. De gebouwen, alle bezittingen van de Joodse burgers, die hebben ze toen de tijd begonnen ze ook al af te branden en te molesteren. Wat voor indruk maakte dat op jullie? Nou, het was natuurlijk niet van het laatste kwartier dat het gebeurde. Dat was al een tijdje gebeurd. Dat was in eerdere jaren al gebeurd. Leidde dat tot gesprekken onderling? Ja, natuurlijk. Je werd er, als ik daar stond, en dan stond ik nog wel eens een keer, want dan kon je lekker lucht happen. En ja, dan zag je toch, ja, kijk, dat is dat toch gebeurd. Dat drong wel tot je door, al was je dan jong. Dan ontdekken de Duitsers dat Van 't Hoff veel Amerikaans repertoire speelt met Duitse neptitels. We mochten op laatst alleen maar een beetje semi-klassieke muziek spelen, weet je wel. En een beetje potpourri spelen. We mochten niet meer zingen, we mochten niet meer opstaan. We mochten... Ja, wat moet je nou in godsnaam doen? En toen is de grote lente begonnen dat Ernst dat zei van... Und jetzt spelen we acht van die zaken, maar die richting nemen is all what you said. En dat is gebeurd. Toen zijn we ons moeten vluchten, want we begonnen te schieten. Ja, dat hebben we geschoten in die zaal. Met een scherp voorwerp of een ring of een boksbeugel hebben ze een gat in mijn mond geslagen. En achterover, lichte hersenschudding bleek later. In mei 1941 keerde het orkest van 't Hoff weer naar Nederland terug. Ik was absoluut anti-Duits. En waarom ben ik het, heb ik het toch gedaan? Zo. En wat was het antwoord? Ik weet het niet. Ik heb me wel eens afgevraagd. Ik denk, ja, hij heeft me geen kwaad gedaan, helemaal niet. Ik heb gewoon zitten spelen. Ik heb wel nagedacht gezegd, ja, ik kan beter als muzikant naartoe gaan, als dat ik als bouwvakarbeider naartoe moet. Je leefde vrij normaal. En radio hoorde je niet. Je kocht ze nu als een krant. Maar voor de rest speelde de oorlog zich ver van je af. Wij waren in oorlog met Duitsland. Ja. En allerlei Nederlandse muzici gaan daar een beetje de vijand voor maken. Dat waren een heleboel, hoor. Was dat geen merkwaardige zaak dan? Hè? Was dat geen merkwaardige zaak? Ja, natuurlijk was dat een merkwaardige zaak. En het is me na de oorlog ook verweten geworden. Want ik heb dat uit kunnen leggen en toen hebben ze daar dan ook genoegen mee genomen. Dat ik dat... Ja, wat vertelde je dan als je dat uitlegde? Dat weet ik niet. Dat weet ik echt niet. Hier is Churchill's latest appeal to Roosevelt. Frankie. Sommige muzici van 't Hoff werkten in Berlijn mee aan plaatopnamen van de foute formatie Charlie and his Orchestra. Een Duitse big band die zich op Engeland en Amerika richtte. Het blijft een bizarre gedachte dat op die opname van Charlie and his Orchestra, die nu nog te krijgen zijn op de plaat, dat daar op de achtergrond bij die teksten tegen Roosevelt, tegen Churchill, tegen de Joden, dat daar dus ja, Nederlanders als André Smit trombone, Rieders van de Broek trompet, Tip Tichelaar piano meespelen. Het is denk ik wel, misschien wel de zwartste bladzijde in de geschiedenis van de Nederlandse jazz in de oorlog. Eind 1942 startte pianist Dick Willebrandts met een band die het orkest van de oorlog zou worden. Toen wij de eerste voorstelling deden in Hotel Gooiland in Hilversum, toen was heel muziek binnen het Nederland was daar aanwezig. De muzici, de Ramblers waren, de zus was er en zo was er. Dat was kolossaal. Het was een homogeniteit. Het orkest dat klonk als een klok, hè. De big bands, die krijgen allemaal een microfoon. Weet je, dus de techniek boven, die moet het team maken. Wat, vroeger speelden wij voor één microfoon in een kringetje eromheen. Wij maakten het zelf. De klank van de saxsectie. De saxsectie van Willebrandts geldt ook nu nog als de beste Nederlandse groep aller tijden. Hoe goed die sectie was, kun je ook wel aflezen aan het feit dat na de oorlog bij Browold werd lead, alt en leider van de Skymasters. Tinus Bruin werd lead, alt van de Ramblers en later van Boys Big Band ook. Kees Bruin werd een steunpilaar van de Ramblers. Kees Verschoor werd vanaf de oprichting lead, alt van het Metropoolorkest. Dus je zag eigenlijk in dat Dick Willebrandts orkest de kiemen van drie belangrijke naoorlogse radioorkesten in één groep verzameld. Echt een soort dreamteam. Als je dat nou hoort, dan kan ik niet zeggen dat het een orkest is uit 1942. Ja, het klinkt goed. Het klinkt, als je al die orkesten die tijd hoort, dat klinkt allemaal heel anders. Hoor, die sax hoort. De arrangementen zijn een beetje, die zijn nu anders druk en weet ik veel wat, maar het klinkt enorm als je die sax hoort. Als je dan een Koetman hoort, dan hoor je precies hetzelfde geluid. En dat is, daar luisteren we ook naar. Ik heb daar een liedje. Ja. De Spiesgever. En als daar een solo van mislukt had, dan stond hij als een ooievaar op het station. Dan zei hij altijd tegen, kijk, daar staat hij weer. Zo solo weer mislukt. Het klinkt erg als een eenheid, hè? Ja. Kijk, het was niet stereo. En dat mis je, dat hoor je. Jij woonde in Amsterdam. Ja. En je moest dus iedere keer in Hilversum. Ja. Hoe ging dat? Op de fiets. Op de fiets. En dan was Francis B., die had ook een fiets, maar die had het later met houten banden. En die kon niet meer. En dan ging je maar achterop zitten en dan gingen we hem halen. En dan fietsen we zo naartoe en hadden we onderweg. Hadden we weer adresjes opgeduikeld. Dan bij een boer in Nederhorstenberg. Dan hebben we eens een keer, heb ik 2 stoelen meegenomen. Daar kreeg ik me een stuk spek voor. En we kregen een fles melk mee voor een cent voor je geld, weet je wel. Dus je ging een paar keer in de week op de fiets? Elke dag. Behalve zondags. We hadden het zeker Francis B. bij ons, Suus noemde hem. De latere Belgische orkestleider. Juist, die zat ook bij Dick Willebrandts in het orkest. En die wilde ook zo graag mee. Ik zei, nou oké, joh, dan en dan vertrekken we. Die kwam op een damesfietsje. Dat zegt natuurlijk niets. En ik zie hem al, en jongen, op een gegeven moment kwamen we daar op de Gravenlandse weg uit, waar we door het bos heen gegaan. Dan had je daar zo'n stenen bad. En zei die, gaat die weer. Nou, jongen, gaan we even rusten. En ik zei, wat voor fiets heb je eigenlijk? Trap dat ding nou zo zwaar? Ik zei, ik kan niet meer. Wat was er nou gebeurd? Dat was een damesfiets met de handremmen. Die stond daar aan. Die jongen die had van Amsterdam met vaste remmen. Het zweet die langs zijn hoofd. Toen hebben we die remmen los. Ik heb hem nooit meer gezien. Wat was een vlugge aap. Ook het orkest van Dick Willebrandts moest tenslotte voor de Duitse propaganda werken. In de KRO-studio werden opnamen gemaakt voor de op Engeland gerichte Deutsche Europa-zender. De praktijk was dat dan in Hilversum door Dick Willebrandts opnamen werden gemaakt met zijn orkest. Waarbij dus de bedoeling was dat er inderdaad goede, swingende Amerikaanse en Engelse jazz werd gespeeld. Daar werd dan later voor de uitzending allerlei nazistische propaganda doorheen gemonteerd. Dus daar gold eigenlijk een beetje hetzelfde principe als met Paulus de Ruiter en de Ramblers. Van verpak de nazi-boodschap in een attractieve muzikale context. Ja, tuurlijk wisten we dat. Waarom niet? Want er werd helemaal door Hollanders werd dat in stand gehouden. En we verdienden daar een goed salaris. Ik moest toch eten? Je kan wel zeggen, wie moest er naartoe gaan? Ik was in 1942 getrouwd, dus ik moest wel voor het zaakje zorgen dat het zou blijven marcheren. Dan kunnen de mensen wel boos zijn. Ja, had je moeten onderduiken. Voor wat? Ik deed er geen mens kwaad mee. En we hielden ons vak bij. Er werd hard gestudeerd. En er werden goede arrangementen gespeeld. We kregen zelfs de kans om Engelse dingen te spelen. Was dat niet merkwaardig? Want overal was dat verboden. Omdat het was de propagandazender. We wisten dat dat uitgezonden zou worden in Bremen. Dat werd gedaan om de mensen in Engeland te vertellen hoe goed het wel was in Europa en zo. Maar dan kun je natuurlijk wel weer zeggen, ja, dat hadden jullie moeten begrijpen. Wou ik net zeggen, ja. Waarom moet ik dat begrijpen? Je staat in deze wereld. En je hebt geen 5 cent achter je staan. Je moet toch voor de zaak zorgen. Mijn ouders, die moesten ook eten. En die waren vreselijk anti, want ik heb wel eens brood voor ze meegenomen. En van wie is het? Ik zei, nou, dat aten ze niet. Altijd van de Duitsers, zo anti waren dat. Ik zei, moeder, als je doodgaat, dan denken ze ook niet aan je, hoor. Maar ik bedoel, zo, dat, je kan natuurlijk heel makkelijk, nu heel makkelijk over praten, maar het was die tijd was het een overlevingstijd. Je moest proberen, en joh, doordat wij in die studio werkten, hoorden we alles. Dus er werd door vele jongens werden er berichten doorgegeven aan die blaadjes van Parool en van dingen. We wisten alle berichten, we wisten alles door wat er ook was. Dus we hebben in wezen ook nog antipropaganda gevoerd. Niemand geloofde in de propagandistische waarde daarvan. Dat nam niemand serieus. Die zei, oh, jullie denken dat het dan helpt als wij Amerikaans spelen. Nou goed, dan doen we dat, maar het helpt toch niet. Maar we vinden het leuk om te spelen, we doen het wel. Wij verdienden toen ook een hele mooie gage bijvoorbeeld in dat orkest van Dick Willebrand. Dat betaalde per maand, dus in die periode, 600 gulden in de maand. En dat loog er toch niet om. Daar had je wel een stukje propaganda voor over? God bewaar me, wat een gewetensvraag, zeg. Ga je dat uitzenden? Nou, pas als je een volledig antwoord geeft. Ik heb me daar toen ook maar niet druk over gemaakt. Dat is natuurlijk wel misschien een... Nou, het is natuurlijk... Ongetwijfeld is dat een verkeerde houding geweest. Dat beken ik... Nou, of ik beken het. Ik moet het toegeven na 50 jaar dus. Huh? Op 5 september 1944 doken geruchten op dat Nederland snel zou worden bevrijd. Dolle Dinsdag. Dat luidde het einde in van de genazificeerde Nederlandse omroep. En er vertrok een bus uit Gooi, vanaf de Berlaagbrug. En daar kom ik een kennis tegen die zegt... heb je gehoord dat wat er in Hilversum gebeurt? Dan moeten de muzici zichzelf allemaal melden. Die moeten allemaal naar het sportpark, enzovoort, enzovoort. Ik zeg, dan ga ik meteen retour naar huis. Dus ik ben toen in Amsterdam, zo goed en kwaad heb ik me gedrukt. En ik had een schouwplaats weten te vinden. Niet meer gespeeld? Ik heb niet meer gespeeld, nee. Mijn vrouw werkte toen in Eindhoven als zangeres. En ik had niets te doen. Ik had met die periodes dat we dus niet op mochten treden, af en toe wel eens wat te doen, dan hier en dan daar. En ik ben met haar meegegaan naar Eindhoven, maar we hoorden al bij het station dat er geen treinen meer gingen. En toen zijn we daar aan het wachten gebleven. Toen ging er toch een trein naar Zutphenbos. En toen we in de bos waren, ging die naar Boksel. En in Boksel zijn we nog even uit de trein moeten gaan doordat die beschoten werd. En toch zijn we toch in Eindhoven gekomen. En daar is eigenlijk een maand later, 21 september, is Eindhoven bevrijd. En toen was het natuurlijk dolle feest. Nou, speelde je voor de Engelsen en hoofdzakelijk voor sigaretten en levensmiddelen. Wat heb je muzikaal nog gedaan tot het eind van de oorlog? Niets. Er was nog één orkest bij de omroep wat doorspeelde. Een samenraapsel van muzici nog. Dat werd nooit uitgezonden, er werd maar opgenomen en zo. En daar werd goed voor betaald of zo. Daar heb ik geweigerd om daar voor te werken. Frans Wouters was dat, geloof ik. Ja, ik noem geen naam. Die naam noem ik niet. En ja, toen de nood aan de man kwam, toen heb ik in dat orkest wel eens geramplasseerd. Dat er eentje niet kon of zo, of wat dan ook, ben ik daar wel eens ingevallen, maar niet vaak. Hoe Frans Wouters nou ooit erachter is gekomen dat ik bij mijn ouders in huis was, op de Gijsbert van Amstelstraat in Amsterdam, dat weet ik niet, maar er werd gebeld. En er stond Frans Wouters, die kwam binnen, en zijn vrouw. En die zei, ik moet jou hebben. Waarvoor? En ik moet allerlei orkestjes gaan formeren. Dat was ook weer voor de propaganda. Maar dat was in opdracht van die man van Buma. Die had gezegd, dat kunnen jullie doen. Wij nemen de verantwoording. Dus daar bestonden weer... Zat je weer in de propaganda? Zat ik weer in de propaganda. Op 5 mei 1945 filmde Theo Uden Masman de bevrijding van Hilversum. Na een onderduikperiode van 4 jaar verscheen Sem Nijveen voor de camera van Masman. Nijveen werd gedurende de oorlog door Masman en de Ramblers financieel ondersteund. Hij keerde onmiddellijk terug in het orkest. Ja, nee, over Masman kan ik alleen maar lyrisch. Ja. Kan ik alleen maar lyrisch praten. Wegens zijn tweeslachtige houding in de oorlogsjaren mocht Theo Uden Masman na de oorlog een half jaar geen orkest leiden. Ook Dick Willebrandts mocht van de zuiveringscommissie een half jaar geen orkest leiden. Ernst van 't Hoff werd begin 1944 door de Nederlandse omroep ontslagen en nam de wijk naar België. Ik denk dat de Nederlandse jazzmuzikanten in die tijd vooral een beetje onmaatschappelijk waren. Ik denk niet dat ze veel benul hadden van wat er in de samenleving gaande was. Dat wilde zeggen dat ze ook weinig sympathie hadden voor het nationaal socialisme, nog voor enige andere politieke stroming. Hun houding was denk ik vooral lekker spelen, als het kan goed verdienen. En hopen dat het gauw weer overgaat. En dat is denk ik het beste te horen in het lied dat Jan de Vries zingt met het orkest van Dick Willebrandts. Het komt wel weer in orde. Doe als ik en trek je nergens iets van aan. Laten we maar blij zijn, er is weer een jaar voorbij. En in mei dan leggen alle vogels weer een ei. Het komt wel weer in orde. Doe als ik en trek je nergens iets van aan. Laten we niet mopperen aan alles komt en end. Zit niet bij de pakken neer, gedraag je als een vet. Want het komt wel weer in orde. Doe als ik, trek je nergens iets van aan. Zanik niet, zing een lied. Achter de wolken schijnt de zon. Schaterlach, elke dag. Al heb je een tientje of een halve ton. Als er geen tompoes was, dan had iedereen het land. Het is voorlopig afgelopen met het stille strand. Maar het komt wel weer in orde. Doe als ik, trek je nergens iets van aan. Laat het licht niet branden en wees zuinig met het gas. Lamenteer niet langer, weet je hoe het vroeger was. Want het komt wel weer in orde. Doe wat ik, trek je nergens iets van aan. Vraag niet aan je buurman, moet het zus of moet het zo. Geef hem liever af en toe een borreltje cadeau. Want het komt wel weer in orde. Doe wat ik, trek je nergens iets van aan. In deel 3 van de geschiedenis van de jazz in Nederland... de periode van de bevrijding tot 1960... En dit is Piet Velleman. Ik werd niet zo vroeg wakker om 11:00 en het licht was aan in de slaapkamer. Er was geen elektra dus. Het was niet op 5 mei bevrijding en op 5 mei licht. Dat duurde een maandje, 3, 4 weken, weet ik niet precies. Maar er begon ook een plaat heel langzaam en op toeren te draaien. Want ik had een wisselaar en daar zat nog een plaat in. En die begon te draaien. En het zou mooi zijn als ik wist welke plaat dat was, maar dat weet ik echt niet meer. Maar toen was voor mij echt de oorlog om. De oorlog was voorbij en er viel veel feest te vieren. Bij de wederopbouwsfeer pasten de brani-achtige klanken van onder andere de Dutch Swing College Band en het Miller Sextet. Van Oebopje Bem tot Piepknars Knor. Volgende week dinsdagavond in de geschiedenis van de jazz in Nederland.